aandacht voor Elise Kortrijk. Het is mij een grote eer dat ik vandaag voor jullie een paar liedjes mag zingen. Ik moet zeggen dat ik werd gevraagd hier om een paar nummers te zingen die ergens zouden aansluiten op Bridge to the Future. En gelukkig is de poëzie zo rijk en zo breed dat we overal weer dat wel een link kunnen vinden. Dus ik ga zo drie nummers voor jullie zingen. Maar het leuke vind ik aan dit soort dagen is dat ik het ook wel heel bijzonder vind. Het is wel heel bijzonder. Ik ben ooit... Je praat heel hard. Je wordt nu al door mijn optreden weggeblazen. Is dat ik onlangs zag ik een optreden van Dieke Hofstad in aflevering van Zomergasten. En daar was ik zeer, zeer, zeer door geïntrigeerd. Niet alleen door zijn gepassioneerdheid waarmee hij ook dingen vertelt. Maar hij had het ook over, hè, dat we ons nationalisme een beetje moeten ontstijgen om verder te kunnen kijken. En hij sprak ook over het gebrek van moed bij sommige politici om zich uit te spreken over een visie, over iets waar ze in geloven. En toen ontving ik gisteren de nieuwsbrief van deze conferentie waarin stond dat Petra Stine staatssecretaris is geworden van het ministerie van Vrede. En Petra Stine die scoorde toen niet alleen punten bij haar tienerdochter, maar ook bij mij. Ik dacht, wauw, het ministerie van Vrede. En het deed mij zelfs een beetje toontennigenachtig aan. En geïnspireerd door toontennigen zag ik hoe de mier op het ministerie stapels dossiers over wat is vrede en hoe komen we daar aan het doorwerken was. Terwijl de eekhoorn in allerlei standen probeert inzicht te verwerven in de kwestie. Welke richting moeten wij op voor vrede? Wat doe je, zegt de mier, terwijl hij de rode dossiermap met ideeën over vrede in zijn archiefkast stond. Ik sta op mijn hoofd omdat ik de vrede dan beter kan bekijken, zegt de eekhoorn. De mier hervat zijn bezigheden tot de eekhoorn zo hard door het ministerie rolt dat zijn lievelingsgedicht Hoe vredig is vrede van de muur komt zetten. Waarom ga je niet buiten de richting van de vrede zoeken, zegt Mier licht geïrriteerd. Tot zo'n helder idee was Eekhoorn zelf nog niet gekomen en opgetogen loopt hij de zon in om de goede richting voor de vrede te zoeken. Als Eekhoorn midden op de brug staat, ziet hij de mier voor het raam heen en weer schuifelen. Zeg Mier, als ik hier zo midden op de brug sta, dan zou het net zo goed links als rechts kunnen zijn. Misschien moet je dan op de rand gaan staan, roept de mier terug vanuit zijn torenkamer. Maar ik heb hoogtevrees, mier. Dan moet je dat overwinnen, roept de mier, terwijl hij zijn voelspriet in ernstigheid knakt over een nieuw idee voor vrede. Eekhoorn waagt zich op de rand. Mier, roept hij opnieuw. Ik weet nog steeds niet welke richting de vrede is. Misschien moet je hoger, roept de mier. Nog hoger. Eekhoorn zamelt al zijn moed bij elkaar en staat op de hoogste steen die hij kan vinden, op muurtjes, op opgestapelde stoelen, maar ook daar ziet hij de richting van de vrede niet. Hij is nog steeds niet hoog genoeg om de kwestie te overzien. Met zijn ogen dicht en trillende knieën besluit hij de hoogste boom boven de brug te beklimmen. De mier die nog steeds voor het raam staat en bang is dat hij valt, roept, doe dat nou niet, eekhoorn, straks val je. Maar mier, anders zal ik nooit weten welke richting de vrede is. Eekhoorn klimt en klimt tot hij helemaal boven in de boom hangt. En, zie je al wat, roept mier hees van de zenuwen. Ik denk links, roept eekhoorn terug met maar één oog geopend. Je denkt links, zegt Mier. Ja, als ik het vanaf hier zo bekijk, denk ik links. Het is geen eenvoudige kwestie, fronst de Mier ernstig en stopt nog een cupje in zijn espresso-apparaat.